eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Jeroen van Holland. Welkom Jeroen. Dankjewel. Je hebt wel echt een van de mooiste achternamen van Nederland. Dank je. Toch? Oh, thanks. Ja, ik had vroeger altijd een beetje moeite met mijn naam. Ik vond het zo Hollands en Jeroen van Holland. Oh, ja. Maar ik ben er nu wel heel blij mee, moet ik zeggen. Ja, we hebben het hier niet over achternamen, maar over je eerste keer seks en drugs. Ja. Maar voordat we daarmee beginnen, ben ik benieuwd, wat is de allereerste sport die jij hebt beoefend? Basketbal. Oh ja? Hoe oud was je toen? 12, 13, zoiets. En daarvoor heb je nooit gesport, joh. Nee, ik was niet zo'n sporter. Ik was ook altijd vroeger, als de jongens stonden te voetballen, stond ik bij de meiden ergens. Maar waarom dan basketbal? Volgens mij was een van de weinige gasten waarmee ik omging op de basisschool, die deed toen basketbal. En daarom ben ik ook maar basketbal gaan doen. Daar was ik vroeger wel vatbaar voor. En is dat ook een beetje zo in je ontdekking op het gebied van seks en drugs? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Deze 21-jarige influencer en acteur begon in 2014 met het uploaden van video's op YouTube. Op zijn kanaal deelt hij video's over het leven, leuke challenges en zijn coming out. Ook schittert hij wel eens op het witte doek. Zo speelde hij onder andere de hoofdrol in de film First Kiss. Zijn al die vragen voor mij? Zeker. Oh, weet je. De eerste keer masturberen. Ik denk, de eerste keer dat ik gemasturbeerd heb, was ik me er totaal niet bewust van. Het is voor mij echt super natuurlijk en een soort van vanzelf gegaan. Ik denk dat ik een jaartje of 12 was of zo. Ik stond in mijn slaapkamer voor de spiegel. Ik ben er een soort van gewoon aan gaan zitten of zo. En ik ben er in ieder geval mee door blijven gaan. Op een gegeven moment kwam het op zo'n punt dat het heel heftig werd. En toen durfde ik eerst niet door te gaan, omdat ik zeg maar niet begreep wat het gevoel was. Dus iedere keer als ik bijna een soort van, kwam, dan stopte ik of zo. En toen, op een gegeven moment ben ik een keer doorgegaan. Misschien was dat op datzelfde moment. En toen kwam ik voor het eerst zeg maar klaar. En toen kwam er ook nog niks uit of zo toen. Nee joh. Het was alleen dat gevoel. Wow. Dat vond ik heel heftig de eerste keer. Dus daarom stopte ik ook een paar keer. Maar je had ook al een paar keer uitgesteld. Want we bouwden het zich alleen maar om, ja, natuurlijk. Ja. Maar zo friemelen aan jezelf. Oh, was dat iets wat je dan ook kon delen met, weet ik, broers of zussen. Of misschien vriendjes of met je ouders. Of was dat echt iets wat je voor jezelf hield? Nee, er was op een gegeven moment wel één vriend waar ik dat wel mee deelde. En toen vertelde hij dus ook dat hij, zeg maar, ook als hij klaar kwam, dat er zeg maar niets uitkwam. Ja. Zo jong waren we. Ik weet ook niet waarom dat op die leeftijd toen nog was, maar... Nou, dan gaan we nu even naar luisteren in de infoblok. Ja, want je lichaam produceert dan nog geen zaadcellen. Bij jongens begint de puberteit namelijk met de groei van de penis en de zaadballen. En daarna volgt ook de groei van de beharing, de stemverlaging en een groeispurt. En dit proces wordt afgesloten met die allereerste zaadlozing. Bij de meeste jongens gebeurt het tussen hun 11e en hun 16e in de vorm van een natte droom bijvoorbeeld, of gewoon tijdens het rukken. En wanneer ging je het dan koppelen aan wel seksuele fantasieën of porno? Ik denk het moment dat ik het er met hem voor het eerst over had gehad. Ik weet nog heel goed dat we zeg maar heteroseksuele porno keken en dat hij wel heel bewust daar iets van vond. En op een gegeven moment werd er ergens gay porn of aanbevolen of we hebben daar gewoon op de grap voor geklikt. En zei tegen hem, ik vind het eigenlijk ook wel geil of zo. En had hij echt zoiets had van, oh, ik niet. En dat was het, zeg maar. Er was geen enkele soort van, geen enkel oordeel of er was niks raars verder over tussen ons of zo. Maar toen ik er later over nadacht, dacht ik wel, dat was zo soort van puur of zo. En had je toen zelf al door wat dat betekende? Nee, totaal niet. Nee, echt totaal niet. Graaien. Oeh, de eerste keer cocaïne. Het enige vond ik altijd echt al vanaf, ja, dat klinkt heel raar, maar jongs af aan al wel zoiets had van, dat wil ik toch graag een keer proberen als cocaïne. Nee. Dat was denk ik meer dat ik zoiets had van, cocaïne was de enige druk waarvan ik het gevoel had dat ik daarmee niet soort van de controle kwijt zou raken of zo. Want daar ben ik heel bang voor met zeg maar ander soort drugs waar ik van zou gaan trippen. En ik denk altijd met dingen als ecstasy en zo en truffels en weet ik veel. Ja, dat is loslaten. Ja, dat kan ik niet. Maar wat was dan het moment dat je dacht, oké, nou nu is het moment om inderdaad ook zo'n lijntje te gaan snuiven? Nou, dat was eigenlijk pas vrij recentelijk. Oh. Ja, een paar maanden terug eigenlijk pas. Was ik uit ergens in Groningen. Daar vloeit het echt. Het was gewoon een van de vrienden uit die groep, zeg maar, die gewoon op een gegeven moment zich ineens omdraaide en zoiets had van, wil je het niet proberen? Nou ja. Ja, en toen had ik zoiets van, ja. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik wil het graag een keer proberen. Toen was ik echt super dronken. Ja. En het is een bepaald plein met allemaal soort van uitgaansgelegenheden en zo. En
hij had zeg maar een zakje bij zich. En zijn opa woonde zeg maar op ergens een tweede verdieping op dat uitgaansplein. Dus zijn balkon keek ook uit op dat plein. Dus hij zei op een gegeven moment van, zullen we even langs gaan bij mijn opa? Dus ik zo, ja, gezellig. En toen stonden we voor de deur van zijn opa. En toen hebben we het gedaan, net voordat we naar binnen liepen. Dus toen, ja, dat was heel heftig. Dat was wel spannend. Ja, maar ik zei ook van tevoren van, zou je opa dat niet, ga toch niet bij je opa naar binnen? Hij zei, nee, maar mijn opa is gek, maar hij vindt het leuk. En, al zou hij dit nu merken, zou het hem niet boeien. Misschien had hij het wel door, maar het boeide hem niet. Ja, toen we voordat we naar binnen zijn gelopen, twee sleuteltjes en toen hoe voelde het? Sleutelpuntjes. Maar wel even heftig. Ik merkte het ook met slikken op een gegeven moment even en zo. En het brandde wel even een beetje in mijn neus, maar dat viel op zich wel mee. En toen stond ik op een gegeven moment boven en ik was nog een beetje aangeschoten. En op een gegeven moment stonden we op zijn balkon. En ik keek zo omlaag en in één keer voelde ik dat gevoel van dat soort van dronken zijn, dat zakte helemaal weg. En het leek opeens alsof ik soort van super helder was of zo. Ja. Dus dan opeens had ik het gevoel dat ik echt soort van heel goed kon luisteren naar die opa en zijn verhalen ook. Wanneer mensen alcohol en cocaïne met elkaar combineren, hebben ze vaak het idee dat ze weer nuchter zijn. Want waar alcohol juist verdooft, geeft cocaïne je een energiek en wakker en zelfverzekerd gevoel. Dus als je dronken bent en je neemt een snuif cocaïne, kan je het gevoel krijgen dat je in één keer helder en wakker bent. Maar wacht, dit is een illusie. Je voelt je misschien minder dronken, maar je bent juist meer onder invloed. Het was leuk, maar ik merkte wel zeg maar, die ochtend daarna dat ik dacht van, dit zou ik nu wel weer kunnen nemen. Zeg maar de volgende ochtend letterlijk. Daarna ben ik er echt van afgebleven. Ik zoiets had van, ja, dit is dus waar het voor mij fout gaat, dus dit moet ik niet doen. En dan, dat is een beetje de keerzijde denk ik ook van cocaïne. In dat of, nou, weet je, dat is de keerzijde. Ja, absoluut. Dat het zo teringverslavend is. Ja, enorm. Ja. En ik ben daar echt wel gevoelig voor. Eerste keer, anale seks. Heel heftig eigenlijk. Ik had echt een lijpe paniekaanval. We waren alleen thuis en we zaten in de keuken. En ik zat volgens mij op het keukenblad of zo en begon gaan te zoenen. En toen ging er steeds meer kleren uit. En ik denk op een gegeven moment toen ik merkte dat het echt naar seks toe ging, dat ik toen echt zoiets had van, ik kan dit nog helemaal niet, of ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Of toen heb ik hem zeg maar echt best wel paniekerig van me afgeduwd en stopgeroepen en naar de schuifbui gerend, deur open getrokken, op de grond gaan liggen, super dramatisch. Het boeit me ook op dat moment gewoon niet wat iemand anders daarvan vindt of zo. Want ik heb het wel eens aan mensen verteld die dan zoiets hadden van, oh, een beetje awkward of zo. Maar ik had altijd zoiets van, ja, voor mij echt totaal niet. Nee. En hij ging er ook zo goed mee om. Hij heeft gewoon een glas water voor me gepakt en hij heeft me op de bank neergelegd. Hij was er zo lief over en toen ben ik zo rustig op een gegeven moment geworden. Toen zijn we in bed gaan liggen en toen wilde ik weer. Want ik wil even de praktische zaken. We gaan, ja, zeker, tuurlijk. Maar dat is even de praktische zaken. Ja. Glijmiddel, condoom, standje, hoe verliep het allemaal? Volgens mij hebben we geen condoom en ook geen glijmiddel gebruikt de eerste keer. Heel dom. Ja, ik was geen altijd super. Nee. Oh. Speeksel. Als het goed is. Ja, nou, dat is natuurlijk ook. Dat glijdt ook wel tot op zekere hoogte. Ja, speeksel glijdt wel zeker, maar niet zo goed als glijmiddel. En het is toch wel aan te raden om glijmiddel te gebruiken tijdens anale seks. Omdat je anus nou eenmaal niet van zichzelf nat wordt als je opgewonden bent. En om pijn te voorkomen is het dus aan te raden om siliconen glijmiddel te gebruiken. Dit omdat deze dikker is en minder snel uitdroogt. Pas wel op als je siliconen speeltjes gebruikt, die houden niet zo van siliconen glijmiddel. Gebruik dan altijd glijmiddel op waterbasis. En hoe voelde dat voor jou? De eerste keer heeft me geen pijn gedaan, gelukkig. Dat vind ik ook altijd zo heftig. Ik hoor zo vaak verhalen van ook gasten die nu nog steeds denken dat het dan normaal is dat ze altijd bijvoorbeeld bloeden of altijd pijn hebben tijdens anale seks. Ja. Ik vind dat zo heftig. Ik heb eigenlijk nooit echt pijn, maar dat is omdat ik gewoon denk dat ik altijd al vrij vroeg me realiseerde dat zeg maar, het voorwerk zo belangrijk is voordat je anale seks hebt. Ja. Wat was die goudtip dan? Ik heb er denk ik twee. Wat voor mijn gevoel in ieder geval echt heel goed werkt, is als je bottomt, of je nou een man of een vrouw bent, zeg maar, dat je je partner eerst je onderrug en je billen en je dijen soort van laat masseren, dan gaat het zoveel makkelijker. Ja. En als je het ontvangt, span je kringspier zo hard mogelijk aan als je kan. En dan laat je hem er soort van even tegenaan zetten of iets. En dan laat je hem helemaal los. Ontspan je helemaal volledig. En laat je er een beetje in gaan. En dat blijf je gewoon doen. Dat eerste moment vind ik het meest heftig inderdaad. En weet je, om daar een soort ritme in te vinden, is dan best een goeie. Ik heb ook wel opgebouwd in de zin van eerst met vinger, hè, een beetje masseren, een beetje kijken hoe dat überhaupt voelt. En op een gegeven moment wilde ik het gewoon ook eigenlijk wel een keer proberen. Ik vond alleen de eikel al best een onderneming. Zit hij er al in? Zei hij, nou nee, ik ben nu zeg maar zo op 1/8 van de hele shebang. Ja. Ik voelde het echt intens. Jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer zoenen. Ik weet niet zo goed waarom, maar
Het was een eigenaardige eerste keer. Ik was hem echt aan het plannen namelijk. Ik wilde heel graag gewoon dat aftikken. Het was carnaval 1961. Nee, het was, weet ik veel, 2012 of zo. Ik was 15 jaar, denk ik. Ik zag eruit als rood kapje. Degene met wie ik voor het eerst ging zoenen was een Dalton in een gestreept boevenpak. De zoen duurde 9 seconden. Ik heb het namelijk bijgehouden. In mijn hoofd was ik aan het tellen. En het was heel gênant en awkward. Naar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. En vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik je volgende keer.